eerste dat bij de opkomst bij het woord holebi. En heeft iemand gezegd, ik vind het niet leuk en niet normaal. En iemand anders zegt ook, ik vind het niet leuk, maar ik heb wel respect. Iemand zegt, zelf zou ik het niet willen worden, maar ik vind het wel normaal. Kennen jullie zelf mensen in jullie buurt die homo of lesbisch zijn? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. En jij? Nee, ook niet. Jullie zijn het ontvangstcomité. Ja. Nou, dag. Welkom bij onze klas. Dag, dank voor de uitnodiging. Mensen zijn homo of lesbisch? 1 op de 20 mensen ongeveer. Hoeveel leerlingen zitten er op deze school? 300. Als daar nou 5% van homo of lesbisch is, hoeveel leerlingen zijn er dan? 15. Ik vind het ontzettend goed dat de school dat hier bespreekbaar maakt. Dat er voorlichting over wordt gegeven, want seksualiteit is net iets als je geloof of je kleur van je huid. Dat ben je, dat is geen keuze, maar je bent homoseksueel of heteroseksueel. En wat er ontzettend belangrijk is, is dat je geaccepteerd wordt door anderen, dat je bent zoals je bent. En dat je zelf ook stevig bent en weerbaar bent, dat je je veilig kunt blijven voelen. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat dat soort onderwerpen ook hier op school worden besproken. En daarom ben ik er ook graag even bij. Je zegt al van, ja, ik ken helemaal niemand hier op school. Zijn er dan hier op school geen jongeren die homo of lesbisch zijn? Want ze zijn bang voor andere mensen. Zijn er ook dingen die u hebben verbaasd tijdens het gesprek? Ik was wel verrast over het feit dat op de hele school, er zitten hier zo'n 300 leerlingen op school, dat niemand homoseksueel of lesbisch is. Dat kan niet waar zijn. Ja, dit is een kaart en die laat zien hoe het zit met wetgeving. Er zijn sommige landen, die zijn donkerblauw. En in die landen kunnen homo's, dus ook twee mannen kunnen met elkaar trouwen en kunnen twee vrouwen met elkaar trouwen. Maar je ziet ook dat in heel veel andere landen, dan is homoseksualiteit verboden bij de wet. En in sommige landen kan je zelfs de doodstraf. En waar denkt u dat dan aan ligt, dat dat niet bespreekbaar wordt of dat ze het niet uiten? De jongen die voorlichting gaf, die zei ik van ja, het is ook voor jezelf soms best heel moeilijk. Wil ik dat wel of wil ik dat niet? Het is een eigen keuze of je het bekend maakt, ja of nee. Dat is één. Maar wat verder ook heel belangrijk is, van denk je ook dat het gevolgen heeft? In de klas bijvoorbeeld. Nou, in deze klas werd gezegd, als iemand dat zou zeggen, zou het geen effect hebben. Dat zouden we prima vinden. Maar anderen zeiden ook van nou, kan best wel eens gevolgen hebben voor hoe anderen jou bejegenen op school. Dat er toch een rem is. Dat je denkt dat mensen daar negatief op reageren. Dus mensen zich toch niet vrij voelen om het te melden. Wie is dit dan? Hij is homo. Cristiano Ronaldo. Hij is hetero. Kijk maar, kijk. Die gezicht. En wat hij kijkt lijkt. Nee hoor, hij lijkt wel. Je kent hem. De wenkbrauwen en de oorbellen. Ik kan helemaal niet zien. Nou, leggen we hem op de hetero-stapel. Hij is geen homo. Ja, we zijn. Ze komen er niet goed uit. In Leidsche Rijn is een stel weggepest, ja, bijvoorbeeld. Wat gebeurt daarmee? Als iemand aangifte doet van pesten in het algemeen, maar in het bijzonder vanwege seksuele voorkeur bijvoorbeeld, heeft dat prioriteit nummer 1 bij de politie. En soms gebeurt het heel geniepig. Dus we hebben dan getuigen en andere mensen nodig die vertellen wat ze hebben gezien of wat ze hebben gehoord. En we proberen echt altijd de daders in de kraag te vatten die dit soort gedrag veroorzaken. Want het is zeer ernstig. Grijpt heel diep in van het leven van de mensen die daar gepest worden. Dus we proberen met mannenmacht dat soort feiten op te sporen en aan te pakken en te stoppen. Heb je meer geleerd vandaag over het onderwerp? Ja, ik heb wel geleerd. Want vroeger vind ik homo en lesbisch niet normaal. Ja, en ik vind gewoon een beetje eng, weet je. En nu is het gewoon normaal. Ik heb helemaal geen probleem met homo's of lesbisch. Dus ja, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Wat nou als er iemand in jouw klas zou zijn? Hoe zou je dan reageren, denk je, als die homo is of lesbisch? Nou ja, ik weet ook niet. Nou, misschien word ik verbaasd of geschrokken. Ja, dat kan, ja. Maar je zou ze niet raar aan gaan kijken, bijvoorbeeld? Nee. Als u voorlichting komt geven als homo zijnde, zijn er dan ook nog mensen die een beetje raar aankijken van hij is homo? Ja, soms begint het op het schoolplein al dat er wordt geroepen, hey, zijn dat de homo's? En dat mensen naar u toe komen, meneer, bent u echt homo? Dus dat gebeurt wel. En hoe vind je dat dan? Ja, het is wel grappig, want het gaat voor mij, is het al zo normaal eigenlijk, en dat ik homo ben, dat ik meestal niet bij stilsta. Maar juist als je dan in zo'n klas komt en met leerlingen gaat praten voor wie het niet normaal is, dan, ja, dan is het toch wel, het is altijd wel interessant. Heb je vandaag nog wat meer geleerd dan de kennis, zeg maar, die je al had?
dat je dat aan mensen kan vertellen zonder dat je een probleem krijgt of zo dingen, ja.